Jullie zijn verkozen tot de leukste ondernemer van de gemeente Almelo, niet alleen, maar ook de Overijssel. Leg eens uit, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, sowieso als Art Collective zijnde, we zijn heel druk bezig om naast het commerciële oogpunt ook een maatschappelijk oogpunt gewoon te bereiken. En we zijn ooit begonnen met Art Collective, althans de eigenaar Patrick en Pees, begonnen in Amsterdam. Goedlopende zaak op de Albert Kuip. En op een gegeven moment dacht hij, Almelo, ik kom uit Almelo, ik heb jaren in Almelo gewoond. Waarom zal ik het niet in Almelo proberen? Wat doen jullie eigenlijk? Want Art Collective, dat is een naam waar breed veel onder valt. Ja, Art Collective zelf is wel grappig, het heeft een dubbele functie, de naam. Allereerst natuurlijk Art Collective als kunstcollectief. Nou, de afkorting zelf staat officieel voor Amsterdamse en Almeloos recreatiecollectief. Naast het tatoeëren bieden we ook begeleiding aan ondernemers. En dan moet je denken aan concepting, creative concepting, campagnes. Dus reclame, websites voor een deel. Maar naast Art Collective als grote naam hebben we ook een vereniging zijn we gestart, Art Collective Family. En vanuit Art Collective Family zijn we heel druk bezig om Almelo beter op de kaart te zetten. En dat door middel van goede begeleiding van ondernemers, hulp bij werkgelegenheid, maar ook gewoon een plek waar mensen hun hart kunnen luchten. Kijk, naast het tatoeëren, dat is hartstikke leuk, hebben we natuurlijk ook gewoon het maatschappelijke punt wat we erg vertegenwoordigen. Dus je hart luchten, een gezellig kopje koffie drinken. Maar ook de samenwerkingen vinden we heel belangrijk, zijn we ook heel druk mee. Om mensen aan elkaar te koppelen, niet zozeer alleen aan ons, maar ook gewoon aan elkaar. Als we twee klanten hebben die elkaar kunnen helpen of verder kunnen helpen, dan zijn we daar altijd, staan we daar altijd open om dat te bevorderen. Ja. Dat iedereen die hier werkt, en we werken bij Art Collective Nederland op dit moment dan met zo'n 20 mensen. Iedereen werkt eigenlijk voor zichzelf. Iedereen is een eigen ZZP of een eigen pion, wat samen Art Collective maakt. En dat is ook wel de kracht, omdat iedereen zijn eigen kwaliteit en passies heeft. En dat vult elkaar gewoon heel goed aan. We zijn ook nauw betrokken bij muziek binnen Almelo en proberen ook gewoon jonge artiesten de kans te geven om zichzelf verder te profileren en ook te promoten. Dat promotiegedeelte nemen wij vanuit het kopje concepting en campagne dan op ons. Maar ook het netwerk en de begeleiding van die artiesten. Want heel veel artiesten zijn jong, hebben een droom, maar die begrijpen nog niet zo goed hoe het eraan toe kan gaan in de grote mensenwereld, om het zo te noemen. Nou, die mensen begeleiden we, bieden we rust, maar bieden we ook gewoon kansen en vooruitzichten. Toen hebben we de keuze gemaakt om nul subsidie aan te vragen. Voor geen enkel project vragen we subsidie aan. Daarvoor in ruil hebben we afgesproken dat als we ideeën hebben, dat de vergunningen standaard worden verleend aan ons.